Ik zit hier voor mijn geluidsbiografie. Ben ook wel vrij benieuwd hoe dat worden gaat. Maar ik was nu verrast door het nieuws, want ik begrijp dat er nieuwe astronauten worden gezocht. En het eerste reactie die ik daarop had was, dat is iets voor mij. Ik ben nu toch zo oud dat als er iets fout gaat, is het ook niet zo verschrikkelijk. Ik begreep ook dat naar astronauten met een lichte handicap wordt gezocht. Nou, ik ben 77, dat kan je ook als een lichte handicap zien. En toen kwam de meest teleurstellende mededeling, liefst vrouwen. Ik vind dat toch discriminatoire. Ja, ik zou zeggen, neem de beste. Of neem degene met de meeste handicap. Maar waarom we nou weer speciaal vrouwen zouden moeten zijn? Ik vind dat niet verstandig. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Je zei het eigenlijk al heel mooi, een audiobiografie. Ik geef jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. En dat was de podcast Onbehaarde Apen, een wetenschapspodcast van NRC. Kun je alvast in één woord zeggen wat je ervan vond? Nou, dat kan ik niet, want eerlijk gezegd ben ik totaal vergeten om daarnaar te luisteren. Dus dat is vrij pijnlijk. Ik begrijp, besef nu dat hij inderdaad in die mail zat. Ja. Maar ik heb hem niet geopend. Dus ik vind op zichzelf de naam vind ik heel aardig. Ik neem aan dat het een podcast met wetenschappelijke pretenties is. Ja, ja, zeker. En het was een hele interessante aflevering waar ik jou naar wilde laten luisteren. Ik had er ook echt goed over nagedacht. Ja, heel suf van mij. Dus ik kom nu eigenlijk relatief slecht voorbereid ten ijs. Het ging over Lake Ohrid. Oh ja. Ja, omdat is je had meer in die vulkaan. Precies, omdat je had aangegeven waar, van nou, ik heb wel plotseling een verschrikkelijke vergiftige damp is opgestegen. Nou, en honderden mensen om het leven zijn gekomen, als ik het me goed herinner. Nou, deze aflevering ging met name over de enorme biodiversiteit in dat meer. En waarom het zo bijzonder is, ook omdat het met de ijstijd te maken heeft en hoe oud het al is. Dus het was een hele leuke match, was het? Ja, heel veel meren dateren natuurlijk van de ijstijd. Ik weet niet precies waar dit is, deze locatie. Dit is bij Noord-Macedonië. Ah, ik weet niet of daar ook ijs heeft gelegen. Misschien in de ene laatste ijstijd, dat zou kunnen. Maar ik ga je gewoon aan het eind ga ik je gewoon een paar fragmenten laten horen. En ik heb zo vermoeden dat je er dan ook wel wat over kan gaan zeggen. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Dat later, maar eerst geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom erop met je antwoord. Ah, ja, het is een beetje een lastige kwestie. Te meer omdat de hele Nederlandse politieke context eigenlijk een andere kant opwijst. En de vraag reist, moet je langer dan 10 jaar aanblijven als minister-president? Is dat eigenlijk wel verstandig? Omdat wij leren uit het recente geschiedenis dat minister-presidenten die langer dan 10 jaar zijn blijven zitten vervolgens in de nadagen van hun ministeriële carrière meestal in de problemen zijn geraakt. Lubbers bijvoorbeeld, als hij na 10 jaar was opgekrast, dan was hij de hemel ingeschreven. Geweldige minister-president, ik denk even met u mee. En tenslotte is hij net precies te lang blijven zitten en toen hij vertrok werd hij eigenlijk als een betrekkelijke zonderling beschouwd. Vooral ook omdat hij de hele politieke campagne van het CDA had bedorven. Ja, dat is maar nu al een heel nog lang antwoord. Verder gaan hoor. Margaret Thatcher te lang blijven zitten. Groot succes, aanvankelijk. Nou, nu ga ik de vraag raden. Ja. Moet Rutte herkozen worden? Ja, moet Rutte nou herkozen worden? We hebben niks te kiezen, want het is wel duidelijk dat hij de lijsttrekker van de VVD zal zijn. En dat wij daar dus niks over te vertellen hebben. En bovendien staat hij er zo voor in de peilingen dat we daaruit mogen afleiden dat hij ook onze komende minister-president zal zijn. Namelijk de leider van verreweg de grootste partij. Wat natuurlijk toch, gegeven de ontwikkelingen van de laatste tijd, een hele zonderlinge zaak is. Want deze en gene politici worden eigenlijk voor de wolven gegooid. Wiebes is voor de wolven gegooid. Asscher heeft zelf besloten om de Arreslee te verlaten. Maar hoeveel voorbeelden ken jij? En het gekke is natuurlijk dat dit is allemaal vanwege zaken waarvoor Mark Rutte direct verantwoordelijk is. Maar hoeveel politici ken jij die op een mooie manier het pand hebben verlaten? Ja, dat is heel lastig. Ik zou denken, ja, Merkel heeft besloten ermee op te houden, maar die heeft er ook al langer dan 10 jaar gezeten. Veel langer zelfs dan 10 jaar. Die was ook aan een soort traject naar beneden bezig. Alleen heeft ze die coronacrisis aanvankelijk zo goed gedaan dat ze weer aan een traject naar boven is begonnen. Nee, het is heel lastig om op tijd te stoppen.
Ik ben daar zelf ook een goed voorbeeld van, natuurlijk. In plaats van eenvoudig met pensioen te gaan en verder mijn mond dicht te houden, ben ik 77, dus ik ben nu al na mijn pensioen, want ik ben gewoon op mijn 65e met pensioen gegaan, ben ik gewoon doorgegaan en ik heb er nog veel plezier in. En wat is er voor nodig om jou te laten stoppen dan? Nou ja, lichamelijk gebrek natuurlijk. Als ik niet, ik krijg een lichte hersenbloeding. Ik kan niet meer uit mijn woorden komen. Dat is in mijn geval natuurlijk wel de doodklap. Ik ben nog nooit uitgenodigd vanwege mijn magistrale, charismatische uiterlijk natuurlijk. We gaan naar jouw audioportret luisteren, Maarten van Rossum. Het van Rossum, kunt u mij horen? Ik las wel dat die scholen tientallen bladzijden voorschriften en protocollen opgestuurd krijgen over... Mensen hebben altijd meningen over dingen waar ze helemaal geen verstand van hebben. Maar ik zal je zeggen dat ik heb de foto gezien van dat museum. En toen dacht ik, het ziet er wel elegant en simpel uit. Hoe kun je zoiets willen worden, historicus? Nou, moet ik een heel ingewikkeld antwoord op geven. Graag. Eerst wilde ik allerlei andere dingen worden. Ik heb scheepsarchitect willen worden. Wat is dat, een Amerika-deskundige? Iemand die er wel eens geweest is? Of, ik herinner mij Ron Kaal van de Haagse Post, die er nooit geweest was, die ook als Amerika-deskundige geldt. Dat kan. Dat is niet uitgesloten. Als je dat heel goed gevolgd hebt, dan is het vanaf hier wel bij te houden. Ja, het is helemaal niet zo dat je elke 3 weken naar Amerika moet en daarvan... om de lucht op te snuiven of zo. Je kunt al. Bijna dit jaar de Elfstedentocht. Zat je in spanning? Helemaal niet. Ik heb mij 2 weken werkelijk grenzeloos geërgerd. Het is fijn dat je me dit vraagt. Nadat het een paar dagen hard gevroren had, kreeg je om 6 uur in het nieuws, opende het met die man met dat stokje op het ijs. Een historicus die gespecialiseerd is in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. We hoorden ook, hier zijn de Van Rossums, 2017. We hoorden 2, vond ik heel leuk, interviewfragmenten. Eentje met Ischa Meijer uit 1990. Wat weet je daar nog van? Hoe was het om door hem geïnterviewd te worden? Nou, ik vond Ischa Meijer een nogal eenzijdige interviewer. Want één keer ben ik geïnterviewd in dat Eik en Linde, als ik het me goed herinner. Een dik uur Ischa op de radio. Vond hem wel scherp, hij deed dat goed. En 1 keer is hij bij mij thuis geweest. Dat herinner ik me ook nog goed. Ik zie hem daar nog zitten. En bij Ischa was het zo, hij wilde iets bepaalds horen. En hij zeurde net zo lang tot je dat zei. En heel dan sturend. Zei, dit is wat ik horen wou. En dan klapte hij dat bloknootje of wat hij had. Dan klapte hij dicht en dan vertrok hij. Ja, ik dacht, je kunt misschien iets meer aftasten. Niet waar dat ik toch wel een breed spectrum aan meningen heb, maar daar was hij dan helemaal geen donder in geïnteresseerd eigenlijk. Hij was toch eigenlijk als interviewer in essentie meer in zichzelf geïnteresseerd dan in de geïnterviewde. Althans, dat was mijn perceptie. Want wanneer vind jij een interview goed? Want je bent zo vaak geïnterviewd zelf. Wanneer heb je na afloop het gevoel van ja, dit vond ik een goed interview? Kijk, meestal stellen ze als me allemaal dezelfde vragen. En wat zijn diezelfde die vragen bij jou? Afgeleid uit de Wikipedia-pagina waar nog een en ander op staat. En er zijn nog wel wat meer dingetjes te vinden op het internet over mij. En dus ik vind het allerleukste als ze net iets verder zijn gegaan in de research. En wanneer ze mij vragen stellen die mij nooit eerder zijn gesteld. Ik heb ze wel eens een voorzetje gegeven. Vraag nou eindelijk eens iets over mijn diensttijd. Dat staat niet in de Wikipedia bij mijn weten. Dus daar wordt nooit iets over gevraagd. En is er ooit iets over gevraagd? Nou ja, nu geef ik een voorzetje aan alle potentiële interviews. Ik ga hem ook onthouden. Ja. Namelijk de diensttijd. Dus ik ben eigenlijk vooral gesteld op onverwachte vragen. Of vragen waarvan ik denk, zo, daar moet ik wel een tijdje over nadenken voordat ik daar enigszins zinnig antwoord op weet. We hoorden ook een prettig gesprek met Theo van Gogh, 1995. We hoorden natuurlijk De Slimste Mens, 2016. Daar kennen we elkaar ook van. Je hebt ook met deelgenomen aan De Slimste Mens. Ja. Ja, ik heb vanmiddag... Maar je hebt zoveel mensen al voorbij zien komen, ja, natuurlijk, want het zijn toch? Er 60 per jaar. Ja, joh. We zijn aan het, weet ik, het 17e seizoen toe. Dus dat is 17 keer 30. Ja, dat is wel, zit wel boven de 500, geloof ik, hè? Dus ik moet bekennen dat ik me niet iedereen herinner van die... Mij ook niet. Nee.
Nee? Nee, ik had. Als je nu, het is dat je het nu zegt, maar ik herinner nu het mij niet. Nu valt het kwartje. Ja, hoe vaak heb je meegespeeld? Ik stond in de finale. In de finale? Ja. Wanneer? Tegen Angela de Jong. Tegen Angela de Jong? Ja, ik was degene die in de halve finale het aflegde tegen Angela de Jong. Ja, toen zag je er heel anders uit. Ja? Ja. Beter of minder goed? Dat weet ik niet meer. Oh, oké, goed antwoord. Woorden ook, dit was het nieuws 2019. En Vera Lynn, we'll meet again. We gaan naar je geluiden. Hey, dan heb je het heel goed gespeeld. Ja, toch? Ja, als je in de finale zit, dan heb je het heel goed gespeeld. Het kan mij geen zak schelen. Maar goed, ik sta hier nou toevallig. Ik zing een liedje. Ik rook erbij. Ja. En kennelijk heeft het roken haar niet zodanig belast dat ze niet toch ontzettend oud is geworden. En dan gingen we, 's ochtends gingen we naar het museum. En dan hield mijn vader altijd lange betogen bij de verschillende voorwerpen en schilderijen. Mijn zuster had daar een ongelooflijke teringhekel aan. Want die vond het vervelend dat andere mensen dan naar ons keken. Dat vond ze niet prettig. Maar ik had er op zichzelf helemaal geen bezwaar tegen. Ik heb goede herinneringen aan het Louvre, merkwaardig genoeg, waar een kind weer heel andere indrukken op doet als een volwassene. Ik was diep, diep onder de indruk van het vlot van de Medusa. Dat is een gigantisch schilderij. Dat hangt lichtelijk naar voren. Leunend hangt dat aan de muur. En als 10-jarig jongetje kijk je precies naar die lui die op dat vlot bezig zijn om dood te gaan op een gruwelijke wijze. Gek genoeg zijn ze nog erg gespierd en zo. Maar goed, ze zijn groen. En het is duidelijk dat ze dat bijzonder slecht. Nou, dat maakt op mij. Ik had natuurlijk nooit stervende mensen van zo dichtbij en zo romantisch verantwoord geschilderd gezien. En de Mona Lisa, daar zei mijn vader van, dat is een stom vervelend schilderij. Je kunt veel beter kijken naar die geslachte os van Rembrandt. Die hing een zaaltje eerder. Dat was pas schilderen, die Mona Lisa. Dat vind ik trouwens, ben ik het voor 100% met hem eens. Die Mona Lisa, dat is het meest overschatte schilderij ter wereld. Maar als ik jou zo hoor praten over je vader, dan denk ik, volgens mij lijk je wel heel erg op hem. Ja, mijn vader kon ook eindeloos doorouwehoeren. Dat was een heel sterk punt wat hij had. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. En het merkwaardige feit deed zich natuurlijk voor dat als je ouders gescheiden zijn, dan ga je bij je vader op bezoek. Maar als je ergens op bezoek gaat, moet er gepraat worden. Normaal gesproken ga je natuurlijk niet de hele avond met je vader zitten lullen als hij nog thuis is. Maar nu was dat natuurlijk noodzakelijk. En dat is het fijne van mijn vader. Je ging zitten, je schrok een kopje thee in. En dan praatte hij de hele avond door. En dan niet over hele interessante onderwerpen. Ze lachen en legde iets uit over Darwin. Mijn vader was entomoloog. Dus we kregen altijd een heel betoog over de wereld der insecten. En hoe belangrijk die wel niet was. En nou ja, dus het ging wel ergens over. En dan, ja, tenslotte werd het dan 11:30. En dan zei mijn vader Gerard. Of liever, dan zijn mijn vaders tweede vrouw Gerard. De kinderen moeten wel naar huis. Ja, dan gingen we naar huis. Dus het was nooit, je had nooit het gevoel, Jezus, waar moeten we het in godsnaam eens over hebben? Ik was eraan gewend geraakt om tegen te spreken wanneer dat noodzakelijk was. Dus bij tal van die idiote dingen die je moest doen, zei ik van, ja, waar is dat de godsnaam goed voor? Waarom zou je onderbroek op mesbreedte moeten worden opgevouwen? Ik kan me niet voorstellen dat de Russen zullen denken, nou, ze moeten daar de onderbroek op mesbreedte opvouwen. Dus daar gaan we maar. Die Nederlanders die zijn echt tot de tanden bewapend met hun mesbreed opgevouwen onderbroeken. En zo waren er allerlei andere volkomen geschifte regels dat je om 6:00 werd wakker gemaakt terwijl de kantine om 7:30 open ging. Het was allemaal even idioot. En als zodra je er iets van zei, zeiden ze, ah, jij wilt zeker het weekend binnenblijven. Ja, daar had je geen zin in natuurlijk. Je was wel dolblij dat je in ieder geval 2 dagen in de week uit die halve rare wereld verlost kon worden. Goedemiddag, u kijkt naar een extra nieuwsuitzending in verband met aanslagen die in New York op het World Trade Center een uur geleden ongeveer gepleegd zijn. Daar zijn 2 vliegtuigen het World Trade Center ingevlogen. Dat gebeurde, zoals ik al zei, een uur geleden. En volgens de eerste berichten zijn er
6 doden, zeker 1000 gewonden. Maar er is inmiddels nog een explosie bijgekomen. En het één gebouw is al helemaal ingestort. Maar goed, er wordt nu ook een beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... Ja, dit was het RTL Nieuws over de aanslagen 11 september 2001. Amerika. En je was de gast ook in Nova. Ja, dit was Nova. Ja, en daar relativeerde je... Kees Driehuis was dit. Ja, man, Kees Driehuis. Je relativeerde de aanslagen. Hij was diep verontwaardigd. Nou, ik zei alleen maar dat het niet was wat zij dachten dat het was. Een soort van nieuwe fase in de wereldgeschiedenis. Een immens, niet waar, continentaal treffen met een radicale islam. Een nieuwe wereldoorlog. Ik zei, ja, het is erg... Maar het is een terroristische aanslag. En wat is een terroristische aanslag? Dat is een actie van in principe machteloze figuren... die natuurlijk niet in staat zijn tot werkelijke militaire operaties. Dus die moeten onschuldige mensen treffen op onverwachte plekken... op onverwachte momenten. Dat is dit. Weliswaar een indrukwekkende aanslag, daar niet van. Maar dat probeerde ik uit te leggen. Maar dat was die avond was dat aan de media niet besteed. Ik was al heel snel een soort paria in die studio. En ja, dat werd je dus echt aangerekend, het relativeren. Ja, dat werd me enorm aangerekend. Ik al vrij snel bleek dat het zo erg was, althans volgens de leiding van NOS Actueel, of hoe dat toen mogen hebben geheten. U weet, dat wordt elke 10 jaar heeft dat een andere naam en dat kost dan een miljoen om het te veranderen. Maar goed, werd mij medegedeeld, ik was niet langer welkom. Dus ik ben... Ik ben zeker een half jaar van de buis geweerd vanwege mijn ondeskundige commentaar. Maar je begrijpt dat achteraf is gebleken dat ik natuurlijk groot gelijk had. Ik weet nog goed dat Kok zei tijdens de algemene beschouwingen. Eerst was Kok nog vrij terughoudend en voorzichtig geweest. Had hij heel verstandig gezegd. Ik hoop dat de Amerikanen verstandig zullen reageren. Wat ze tenslotte niet gedaan hebben. Toen was hem door Frits Bolkestein enorm de mantel uitgeveegd. Schandelijk en zo. We waren in oorlog en toen zei... Wim Kok, we zijn in oorlog met sonore stem. Nou, daar hebben we verbazend weinig van gemerkt dat we in oorlog waren. De boter is niet op de bon gegaan. We hebben geen honger geleden. Er was helemaal niets aan de hand in feite. Maar het was een... ik mocht niet meer. Daar kwam het op neer. Maar is dat vaker voorgekomen bij jou? Dat je iets hebt gezegd en dat je dan eigenlijk zelf verbaasd was daarover? Dat was de tweede keer. De eerste keer was bij de inhuldiging van Bush senior... Dus dat speelt zich af in januari 89. En ja, toen was mijn commentaar tijdens de plechtigheden ook weer onwelkom. Want ik had gezegd over mevrouw Reken dat ik het een raar vogeltje vond. Die volgens mij wel langdurig bij de plastische chirurg op bezoek was geweest. Wat ongetwijfeld ook het geval was natuurlijk. En toen ging Billy Graham voor in gebed. En toen zei ik dat Billy Graham sprekend leek. Op het monster van Frankenstein. Zoals gespeeld door Boris Karloff. Wat ook absoluut juist was. Maar dat bleek in alle denkbare opzichten overal tegen het zere been. De uitzending was aan het eind van de middag. Hè, want het is natuurlijk om 12 uur in Washington. 6 uur verschil, dus reken maar uit. Daar werd door honderden mensen protesterend gebeld. Dat ik zo'n schitterende plechtigheid, niet waar? Waar je warm van binnen van werd, niet waar? In het land wat ons allen leiding gaf in de strijd voor de vrijheid. Dat ik dat zomaar al die verschrikkelijke dingen had gezet. Dus toen heeft de EO, het EO-bestuur, een klacht ingediend. Bij het NOS-bestuur, het NTR-bestuur, nogmaals. Ik weet niet hoe het toen heette. En die werd ontvankelijk verklaard door dat bestuur. Ik heb een brief thuis gekregen dat ik niet meer hoefde te komen. Want ik had duidelijk gemaakt dat ik een totaal onbekwame deskundige was. En als dan zoiets gebeurde, wat deed dat dan met jou? Nou, ik was eerlijk gezegd nogal verbaasd. En in dat tweede geval, waar we het net even over hadden, bij dat stomme 9-11, heb ik nog die chef Actueel gebeld. Ik zei, nou de wereld van de media is vol van ongeveer één mening, namelijk hoe erg het is. Nou heb je één persoon in de studio gehad die er even iets anders over denkt. En wat doe je? Je ontneemt hem in feite de mogelijkheid om er iets over te zeggen. Nou, daar trok hij zich niks van aan, had hij niks mee te maken. Hij had klachten uit het land gekregen en zo. En nou, het was over. Nou, dan weet je ook
wist ik toen eigenlijk nog niet. In principe duurt zo'n boycottactie van de media een half jaar. Want na een half jaar zijn ze volkomen vergeten dat dat gebeurd is. Want de media hebben... Een half jaar is al heel ruim bemeten voor het mediageheugen. Want je weet eigenlijk dat de media het geheugen van een garnaal hebben. En maar heeft, geen enkel historisch besef hebben. Heeft het ervoor gezorgd dat jij dingen hebt gewijzigd? In het geven van je mening? Nooit. Ik heb er nooit. Sterker nog, het is nog een derde keer gebeurd. Want toen kregen we in de aanloop natuurlijk naar de Amerikaanse invasie van Irak in 2003. Daar was ik geen voorstander van en geheel terecht. Dat is natuurlijk een zaak ook die volledig en totaal en pijnlijk mislukt is en de meest gruwelijke neveneffecten heeft gehad. En ik trad toen vrij vaak op bij wat toen Twee Vandaag heette. Tegenwoordig is dat Één Vandaag. Ik wacht ook altijd op het moment dat het Nul Vandaag zal worden. Ben ik heel benieuwd wat het dan gaat worden. Maar goed, toen de redactie duidelijk werd dat ik niet de mening had die de redactie ook had en de rest van Nederland ook bleek te hebben. Gek genoeg was Nederland nogal een voorstander van dat gebeuren. Althans de Nederlandse regering. Toen werd ik simpelweg niet meer uitgenodigd. Toen kwam er een andere deskundige en die zei ja, de Weapons of Mass Destruction had hij zelf gezien, wat ongelooflijk knap was, want ze bleken er uiteindelijk niet te zijn. Dat heeft ook weer een halfjaartje geduurd of zo. Ik heb nog wel gedebatteerd met deze en gene over of dat wel of niet moest gebeuren, die invasie van Irak. Ik kan me nog goed herinneren met Nelly Smit-Kroes en Arend-Jan Boekenstein. Nou, die verklaarde mij voor gek. Ik begreep er niks van. Maar ik zie dus aan jou dat als je dit vertelt, het is verbazing. Ja, dat je eigenlijk vooral verbazing. Ja, dat je zoiets hebt van, ja, waarom zou ik dat niet mogen zeggen? En ja, daarna een soort gelatenheid van, nou ja, dan een halfjaartje en dan, ja, vergeet niet, en dan kom mij, ik weer terug. Voor mij waren die media, dat was een nevenactiviteit naast mijn universitaire leven. Dus het was niet zo dat ik dacht, oh god, ik mag nooit meer op tv. Hè, waar moet ik heen? Ik had mijn hele leven had ik erop ingericht dat ik elke dag op de tv zou zijn. Nee, het kon mij niet zo verschrikkelijk veel schelen natuurlijk. En het ging... Ja, dus ook de derde keer, dat heeft ook een halfjaartje geduurd, geloof ik. En toen was het over. Ik heb Nelly Smit-Kroes na de hand wel eens gesproken. Ja. Ik zei, Nelly, hoe denk je er nu over? Ik had toch eigenlijk gelijk? En toen zei ze heel pinnig, ja, jij hebt ook altijd gelijk. Het is ook heel irritant. Mensen die altijd gelijk blijken te hebben aan achteraf, toch? Dit geluid... In de auto, maar... Wat? Maar welke soort werden dat vraagt dit, hè? Ik heb geen flauw idee. Een Citroën AMI 8. Ah, een AMI. Fijn tweezielige luchtgekoeld tweecilindertje. Ja, dat had... Het is een te algemene brom die jullie laten horen om dat nog direct te herkennen. Dit was mijn eerste eigen auto. Dat was een AMI 8. Een 602cc... Twee cilinder luchtgekoelde motor. In feite niks anders dan een hele grote eend. Zo zou je het kunnen beschouwen. En die had ik van mijn tante gekocht. Werkelijk voor een spotprijsje. Ik geloof 1500 piek. Hij was maar een jaar oud en mijn tante kon hem niet starten. En ik dacht natuurlijk, dat ligt aan mijn tante. Die begrijpt daar geen bal van hoe je zo'n auto moet starten. Maar ik moet zeggen, de AMI heeft zich ook in de jaren dat ik erin reed een bar slechte starter getoond. Maar gelukkig woonde ik in Duitsland, in Mainz, en dat was een heuveltje. En als je de AMI boven op de heuvel zette, je haalde hem van de handrem, je zette hem in de twee met half choke, je liet hem naar beneden rollen en nou, het was wonderlijk. Hij begon meteen fantastisch te lopen. Maar ik was wel gehecht aan het ding, ja. Ja, hij is treurig geëindigd. Stond namelijk in het instructieboekje, topsnelheid is kruissnelheid. En ik reed nogal regelmatig tussen Mainz en Nederland heen en weer. Dus op de autobaan reed ik eigenlijk altijd vol gas met dat ding. En ik denk bij 73, 74.000 kilometer bleek ik alle kleppen verbrand te hebben. Toen vroeg die monteur nog in een garage, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ik zei, nou ja, in het boekje staat topsnelheid in kruissnelheid. Toen zei hij, nou dan bent u wel een heel naïef iemand als u dat geloofde. Maar hoe is het... Hoe is het om met jou getrouwd te zijn? Nou, mijn vrouw vindt dat vast niet altijd leuk. Ik ben natuurlijk ook nogal een bedweter. En nou, denk aan deze films.
Ja. Of ook een enkele maal als ik beneden kom om koffie te maken of zo. En ik zie de beste zangers van Nederland. Dan zeg ik, je mag wel oppassen. Want dat is heel ongezond voor goed functionerende hersenen. Je hebt natuurlijk overal commentaar op. Dat irriteert haar enorm. Maar wat is er leuk aan? Wat is er leuk aan om met jou getrouwd te zijn? Nou, daar heb ik geen idee van. Kijk, dat is... Moet ze vaak om je lachen? Soms wel, soms niet. Maar ik heb al eens eerder gezegd... dat het is een van... Je leest vaak in bladen dat vrouwen enorm gesteld zijn op mannen met humor. Ja. Dat schijnt zo te zijn. Ja. Maar mijn ervaring is dat dat maar in heel beperkte mate het geval is. Ik had al hele grote moeite, of liever gezegd, ik moet het anders starten en formuleren. En mijn moeder had al grote moeite met mijn humor. Dus ik vond het zelf dan enorm geestig. En dan zei mijn moeder, wat een rot opmerking. Zo dat soort dingen. En ook bij mijn vrouw, sommige dingen vindt ze wel leuk. Vooral in het absurdistische genre, zal ik maar zeggen. Maar soms vindt ze het ook irritant of kwetsend. Of zo mag je niet over die mensen praten. Of neem dat programma met die zangers. Hè, mm-hmm. Met die hele huilbende, zal ik maar zeggen, onder leiding van Jan Smit. Dan zeg ik daar, ze zeggen, nee, dat is best leuk. En die lui kunnen geweldig zingen. Nou ja, enzovoort. Maar ik heb er niks mee. Net als die malle zangwedstrijden van The Voice. Mijn grootste triomf is altijd als de slimste mens meer scoort dan The Voice. Maar goed, humor. Je bent grappig. Ja, je moet daar. Maar humor, dat is. Maar dus... Heel veel mensen vinden mijn humor, die stellen ze niet erg op prijs. En wat vindt ze nog meer leuk aan je? Nou, ik kan in principe wel zorgen voor afwisseling. Dat is geloof ik wel een. En misschien is dat gemoppen van mij soms wel relevant of interessant. Soms ook weer niet. Soms vindt ze dat ik het overdrijf. Het is heel gevarieerd. Hè? Zoals natuurlijk elk beetje normaal huwelijk. Een heel gevarieerd spectrum van mogelijkheden en emoties biedt. Is ze ook jouw grootste criticus? Als jij een optreden hebt gedaan op tv, dat je thuis komt en dat je dan een recensie soms krijgt? Soms wel. Ja, ik geloof wel. Als mijn vrouw zou zeggen over iets op tv, ze kijkt lang niet altijd naar me hoor, laat ik dat er even bij zeggen. Als ze zou zeggen, joh, het gaat echt niet meer. Of als mij een van mijn kinderen dat zou zeggen van... Je moet stoppen. Ja, je moet echt stoppen. Mm-hmm. Je ziet er kwetsbaar uit en je komt niet meer behoorlijk uit je woorden. En je herhaalt je... Nou, een hele reeks van klachten kunnen het zijn. Ja. Dan zou ik onmiddellijk stoppen, ja. Ik denk dat zij het scherpst kunnen zien dat het dan niet meer kan. Maar hebben ze dat ook wel eens gezegd bij een programma? Dat ze zeiden van, nee, mijn dochter heeft wel eens gezegd... het jonge, ja, het was best leuk... maar wat zag je er weer vies en slordig uit? Mm. Want dat is heel wonderlijk. Ik heb niets met kleding of netjes eruit zien. Integendeel, ik zie er graag een beetje smerig uit, eerlijk gezegd. Waarom dan? Nou, mijn moeder te ergeren. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook in de hemel zich nog zit te ergeren. En denk van, Jezus, waarom trekt hij nou zo'n volkomen versleten overhemd aan? Dat is toch belachelijk wel. Want zij zat altijd op te trammen van, zorg ervoor dat je er netjes uitziet. Dat je de keurigheid moest zien. Ja. Goed gekapte haren, scheiding. aan de juiste kant, stropdas als we naar opa en oma gingen. Zo'n jasje met van die elleboogstukken erop. Dat wat er allemaal bij hoorde. Ja, zeker. Mijn moeder die was daar enorm op gesteld. Want die wou ook eigenlijk vanwege de echtscheiding laten zien aan de familie. Moet je kijken, die kinderen groeien niet op voor galgenrat. Die doen het heel aardig. En verdomd, we hebben het alle drie heel aardig gedaan eigenlijk. Had je er pijn van de scheiding? Ik vond het initieel bijzonder onaangenaam. Vooral omdat iedereen er zo moeilijk over deed. Kijk, dit is 1959. Ja. Tegenwoordig bij een uitzondering als je niet gescheiden bent. Moet je bijna gaan uitleggen waarom je ouders nog bij elkaar zijn. En als er steeds met die vent of met die vrouw. Dan begrepen het in het begin al niet. Maar nou begrijpen we het al helemaal niet meer. Zo dat werkt. Ik weet nog dat mijn dochter nog eens thuis kwam. En die hadden altijd, op school hadden ze een kringgesprek. Daar werd enorm veel tijd aan verpest, eerlijk gezegd. Ze hadden beter sommetjes kunnen maken, naar mijn idee. Ook zo'n typisch modern gedoe, het kringgesprek. En toen zei mijn dochter, zeg, wanneer gaan jullie eigenlijk scheiden? Want het bleek eigenlijk dat die kringgesprekken gingen steeds over die ouders die aan het scheiden waren.
Die waren natuurlijk allemaal zo rond de 40 tegen die tijd. Het zijn natuurlijk allemaal nu bejaarden. Ja, toen moesten wij tot onze schande bekennen dat we dat voorlopig helemaal niet van plan waren. Want hoe lang zijn jullie nu samen? Ik heb mijn vrouw ontmoet, denk ik, bij een Sinterklaasfeestje in december 63. Zoiets. Ja, dat is lang. Dat is lang. En wat is het geheim van zo lang samen zijn en niet scheiden? Dat je niet te hoge verwachtingen moet hebben. Dat je realistisch moet zijn. Dat je moet aanvaarden wat het is ongeveer. Dat geldt voor een groot deel van het leven, maar dat geldt ook voor het huwelijk. Kijk, als je natuurlijk voortdurend denkt, dit is niks. Ik verlang nog steeds naar het paradijs op aarde met Jan, Piet of Klaas. Of met Marie of Isabel, weet ik veel. Ja, dan... dat kan ook in je persoonlijkheid zitten natuurlijk. He? Dat je gewoon denkt, nou, elke 5 jaar een ander, ook geen slecht idee. Ja, als je eenmaal begint met wenen, dan is het vaak heel lastig om te stoppen. En voordat je weet, heb je die rood betraande ogen. Dat je denkt van, op zichzelf kan ik daar nog wel een komische anekdote over vertellen. Ik reisde met een wetenschappelijk gezelschap door de Verenigde Staten. Werd betaald door de Amerikaanse regering. Een soort propagandatrip was het. Met dat gezelschap hadden we een avond vrij. En toen gingen we, ik geloof in Philadelphia of zoiets, gingen we naar een film kijken. Dat werd The Color Purple. Oh, met Whoopi Goldberg. Ja. Nee, met hoe heet ze? Onze Oprah. Met Oprah. En goede film overigens. Ja. Het is voor krachtige vrouwen. Ja. Film van Spielberg volgens mij. Ja. En daar is een scène in waarin tenslotte dat hoerenhuis samenvloeit met de kerkgangers. En nou goed, dat is ook muzikaal toonzet, zal ik maar zeggen. En ik barstte in huilen uit. En dat hele gezelschap van wetenschappers begrepen geen pest van. Die dachten echt dat ik psychisch helemaal in elkaar gezakt was. Door heimwee naar de Nederlandse polder of weet ik wat ze erbij dachten. Ik zei, nee, dat is heel normaal. Ik heb dat heel regelmatig. En je moet je, maar ze hebben de hele avond met hun arm om me heen gelopen. En zouden we nog een biertje gaan drinken? Kun je het wel aan alleen op de Maar wat voor huiler ben je? Ben je een lelijke huiler of een hele mooie? Ik weet niet, zeg maar, je kan helemaal in een kramp schieten of je kan ze ook heel mooi laten vloeien. Hè? Ja, het is stil huilen. Stil huilen. Ja, stil huilen met begeleid snikken. Zoiets is het. Ja. En ik ga nou niet verklappen wat je op moet zetten. Maar vind je het lekker als je het doet? Nou. Kun je ervan genieten? Ja, een beetje wel, maar het moet wel stoppen. En het is vaak lastig om te stoppen als je eenmaal begonnen bent. Dat is wel een beetje een probleem. Ik heb er ook wel eens gehad, dat heb ik jullie nog verteld in het voorgesprek volgens mij. Ik ben in de auto, ik rij al heel lang niet meer zelf, maar toen ik nog zelf reed, luisterde ik altijd naar Radio 4. Nu nog steeds. Ja. Wordt ook te veel geluld over, dus dat zeg ik u nu even bij, beste mensen van Radio 4. Dat klootschieten of hoe het mogen heten, dat is nergens voor nodig. Hou daarmee op, draai een stukje mooie muziek. Maar goed... en dan soms draaiden ze wat en dan ging ik volledig voor de bijl in de auto. Dus dan kon ik ook vaak moeilijk stoppen als het eenmaal begonnen was. En dan zette ik hem uit, omdat als je dan bij zo'n lezing aankomt met volledig betraande ogen en vlekkerig in het gelaat, dan denken ze natuurlijk, wat zullen we nou beleven? Heeft hij een pilletje geslikt of zo, weet ik veel. Dus dan zet ik het uit. Ja, dat is heel vervelend. Maar ik probeerde dan wel te onthouden wat het was om het thuis lekker te draaien.